ik droomde ooit dat ik seks had met de buurvrouw. Nou, als je mijn buurvrouw kent, top droom. Maar ik werd wakker en ik zei tegen mijn vrouw, zo, nou gedroomd. Want dat zeg ik namelijk altijd tegen. En toen zei zij, nou vertel eens, ik ben benieuwd. En toen besefte ik, ja maar dit heeft niks met, ik hou van mijn vrouw, ik hoef helemaal niet meer de weg. Dit heeft niks met ons te maken. Als ik het nu aan haar vertel, dan kwets ik haar totaal onnodig. Dus ik denk, verstandig zijn, ik moet er gewoon een paar dingen aan veranderen, zodat ik mijn vrouw er niet mee kwets. Dus ik had gedroomd dat ik seks had met de buurvrouw en mijn vrouw zei, vertel eens, wat heb je gedroomd? En dit is wat ik ervan maak. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik heb gedroomd dat ik seks had met de buurvrouw. Nou, ik had er gewoon veel te weinig aan veranderd. Dat was meteen daar. Ja. En zij was boos. Boos. En terecht, hè? Terecht. Maar boos. Man. En schreeuw en vloek ook. En ze stak het bed uit. Is dit al niet mooi genoeg? Dus ik zei, nou, laten we eerst even dit oplossen. Dan gaan we daar zo... Maar boos ook echt. Ongelooflijk. En ze zei, ja, wil je dan met de buurvrouw neuken? Je wil gewoon met de buurvrouw neuken. En toen dacht ik van ja, ik vind het zo lelijk voor haar, ik moet dat veranderen. Dus ik zei meteen van, oh, ja, tuurlijk, zo kan je het ook zien die droom, tuurlijk, oh. Nee, ik snap wat je zegt, daar snap ik ook dat je boos bent, tuurlijk. Nee, jij denkt dat ik met de buurvrouw wil neuken van die droom. Nee joh, nee, voor mij betekent die droom heel wat anders. Ja, ik lach even, want ik moet het nog bedenken. Nee, maar voor mij is het heel duidelijk dat, nee, wat die droom betekent, ach jee, dat is, nee, dat is... Kijk, voor mij betekent die droom heel duidelijk dat ik natuurlijk heel graag naast jou zou willen wonen.